Welkom terug bij Nerdcultuur voor de derde en laatste E3-update van dit jaar. We gaan het vandaag hebben over de Nintendo persconferentie. Ik wou het eigenlijk ook nog even over de Capcom en de Bandai Namco presentaties hebben, maar daar was zo weinig wat echt opviel of bespreken waard was. Bij Capcom was hetgene wat er vooral boven uitsprong voor mij wat DLC voor Resident Evil 8. En die komt er dus aan, maar daar hadden ze nog niks om van te laten zien. En Bandai Namco besloot heel hun presentatie te richten op één game, en dat is namelijk de Dark Pictures Anthology House of Ashes. En ik wou zelf al een keer beginnen aan die Dark Pictures Anthology games, maar ik heb er dus nog steeds geen tijd voor gehad, dus ik weet niet precies wat voor soort games het zijn, maar het zijn volgens mij een beetje van die interactieve verhalen waarin je keuzes kan maken en zo. Een beetje vergelijkbaar met een Heavy Rain of een Until Dawn, een beetje zo'n soort game. En ik moet zeggen, wat ik vooral tof vind aan de House of Ashes game is dat ze dus het leger erbij betrekken. Dus je hebt te maken met een groep soldaten ergens in Afghanistan die dus op een gebied terecht komen waar geesten zitten en dat soort dingen. Maar dan kunnen we nu gelijk door met het belangrijkste voor vandaag, en dat is dus de Nintendo Direct die we net gehad hebben. Ze openden de show met een aankondiging voor een nieuw personage voor Super Smash, en dat is namelijk Kazuya uit de Tekken-serie. Ze hebben natuurlijk al Street Fighter personages in Super Smash zitten, dus Tekken is ook een hele logische keuze, en ik denk dat die dus qua besturing best wel vergelijkbaar gaat zijn met Ryu. En ze zullen toch een beetje een omschakeling gemaakt moeten hebben, omdat Tekken fighting games altijd 3D zijn, dus die personages kunnen een beetje om hun heen bewegen. En dat kan in Super Smash natuurlijk niet. En je ziet op een gegeven moment in die nieuwe arena, het nieuwe level van Tekken, op de achtergrond ook Heihachi staan. Dus ze zullen waarschijnlijk ook nog wel meer knipogen erin stoppen voor de echte Tekken fans. Dan gingen ze door met Life is Strange. Die komt namelijk ook naar de Switch toe. Die is tot nu toe nog nooit op een Nintendo platform uitgekomen. Dus ze brengen gelijk heel de serie naar de Switch. Het is alleen wel apart dat het nieuwe deel, Life is Strange True Colors, eerder uitkomt dan de Remastered Collection. Dus je kan niet op volgorde door die games heen spelen als je gelijk bij launch al wilt beginnen. Maar ik zou dus aanraden om gewoon af te wachten en dan die Remastered Collection eerst door te spelen en dan pas door te gaan naar Life is Strange True Colors. Daarna was ook wel een redelijke verrassing van een aankondiging voor mij, en dat is namelijk dat die Guardians of the Galaxy game, waar we het gisteren of eergisteren nog over gehad hebben, dat die ook naar de Switch toe komt. Ik had niet verwacht dat de Switch die game aan zou kunnen, maar het lijkt me dat je dan te maken hebt met een toch iets simpelere versie voor de Switch, in ieder geval op graphics gebied. Maar ja, dit is dus sowieso een game die ik al wou gaan spelen, maar ik ben hem van plan om gewoon op de nieuwe Xbox te spelen, want ik wil wel optimaal kunnen genieten van die graphics. En daarna hadden ze een kleine videopackage voor de 20ste verjaardag van Super Monkey Ball, een game die ik ook wel eens gespeeld heb door de jaren heen. Maar om die 20ste verjaardag te vieren komen ze dit jaar dus met een nieuwe game uit, Super Monkey Ball Banana Mania. En die ziet er ook best wel tof uit, wel gewoon meer van hetzelfde. Je weet wat je kan verwachten van die Super Monkey Ball serie, maar dat blijven gewoon hele leuke en vermakelijke games. Dan daarna gingen ze door met Mario Party Superstars, wat een soort van collectie is van de beste maps en minigames door de Mario Party geschiedenis heen bij elkaar. Ik heb eigenlijk al heel lang geen Mario Parties meer gespeeld, maar het blijven altijd wel gewoon leuke games, vooral om gewoon met een groep vrienden te spelen. En dit lijkt me dan zo'n bundel die dus wel de juiste keuzes heeft gemaakt in de beste elementen van alle Mario Party games door de jaren heen. Dus dit kan echt een hele toffe collectie worden. Maar dan daarna kwamen ze eindelijk met echt een grote toffe verrassing, en dat is namelijk Metroid Dread. Ze benoemden daarvoor ook nog even dat Metroid Prime 4 nog steeds in ontwikkeling is, maar deze game werd dus eerst aangekondigd als Metroid 5. En het is dus een direct vervolg op de originele 4 games die gewoon 2D sidescrollers waren. En dat is in dit vijfde deel dus nogmaals het geval. Maar dan met het element van Dread er dus bij, van angst. En je wordt dus de hele tijd opgejaagd voor je gevoel. Dat lijkt in ieder geval zo in de trailer, dat die grote robots die achter je aan zitten nog een beetje te sterk voor je zijn. Maar het lijkt me dat wanneer je wat upgrades vindt voor Samus, dat je dan die vijanden ook gewoon kan uitschakelen. En dat je dus langzaam maar zeker nieuwe gebieden van dat level kan gaan verkennen. Want de originele Metroid en Castlevania-achtige stijl van gameplay, die wordt tegenwoordig niet vaak genoeg meer gebruikt. En daar ligt altijd gewoon heel veel ruimte voor toffe games. Die kunnen heel vaak goed uitpakken. Deze game komt dit jaar nog uit, dus deze ga ik ook zeker tegen die tijd halen en dan hier bespreken. Want ik ben hier toch wel heel erg enthousiast voor. Dan daarna kwamen ze met de aankondiging van WarioWare Get It Together, de nieuwe WarioWare game voor de Switch. Ik heb vroeger best veel WarioWare gespeeld. Vooral dat deel op DS heb ik volgens mij echt heel veel uren ingestopt. En deze kan je dus ook de hele tijd in co-op spelen. Dus al die minigames zijn gemaakt dat je het ook gewoon met twee spelers kunt doen. Maar dan maakt ze dus ook gebruik van het touchscreen van de Switch en de motion controls en dus alles bij elkaar. Maar ik vond WarioWare echt zo'n perfecte game voor de DS, voor onderweg. En de Switch kan je natuurlijk ook wel meenemen als je in de trein zit of zo bijvoorbeeld. Maar ik zie mezelf toch minder snel dit deel spelen dan die oudere WarioWare delen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hier
er niet gewoon hele leuke en creatieve minigames in kunnen stoppen en je gewoon kunnen laten lachen met de bizarheid van Mario. Dan gingen ze door met Shin Megami Tensei 5 en ik heb nog nooit een Shin Megami Tensei game gespeeld, maar ik vond deze trailer er toch wel heel erg bruut uitzien. Al die mech suits en robots en gewoon de hele RPG vibe. Dit is dus een hele langlopende serie die heel populair is in Japan al, maar die in het Westen nog niet echt een groot marktaandeel heeft. Maar wie weet kan dit vijfde deel daar verandering in brengen. Dan nog echt zo'n typisch Japanse game is de Fatal Frame game, wat een soort van vergelijkbaar is met The Grudge and The Ring, maar dan dus in een videogame vorm. Deze serie die loopt ook al heel erg lang en die bestaat al heel lang in Japan, maar nu komt het nieuwe deel dus ook gewoon naar de Switch in het Westen toe. Hij heet Fatal Frame Maiden of Blackwater en het doel is dus om die geesten te fotograferen, op die manier weet je ze te verdrijven, dus je moet op tijd zijn met je foto's nemen, anders dan pakken ze je. En dat zag er ook gewoon uit als een hele leuke nieuwe game die gewoon qua concept best wel anders is dan de meeste andere horror games. En het lijkt me als je die Switch in tablet vorm in je bed s'avonds laat aan het spelen bent, dat deze game je best wel gewoon kan bang maken. Maar dan gingen ze daarna door met het Zelda gedeelte van deze presentatie en ik dacht dus de hele tijd van gaan ze nou serieus niet Breath of the Wild 2 laten zien? Nou ja, bleek uiteindelijk dus wel gewoon getoond te zijn, alleen ze begonnen dus met DLC voor Hyrule Warriors Age of Calamity, de soort Breath of the Wild-achtige Hyrule Warriors game. En Hyrule Warriors is natuurlijk een concept waarin je dus de Dynasty Warriors franchise mixt met Zelda en dus heb je gewoon een soort actie hack and slash game, maar dan met Zelda personages. En in die uitbreiding gaan ze dus nieuwe personages ook toevoegen en kan je dus zo'n soort robot-drone die je in Breath of the Wild als vijand tegenkwam nu dus zelf besturen en heel veel vijanden daarmee uitschakelen. En je ziet Zelda op een motor voorbij komen op een gegeven moment en dat ziet er ook gewoon best wel tof uit, want die motor zat dus ook in Breath of the Wild als DLC. Dan hebben ze nog even Skyward Sword HD laten zien en dat vind ik nog steeds echt een underrated Zelda game. Toen er tijd was ik er al een groot fan van, maar die game heeft dus later pas echt gewoon zijn fans gevonden. En nu staat het bekend als een van de meer ondergewaardeerde en cult-hit-achtige Zelda games en die komt dus in HD of in ieder geval opgepoetst naar de Switch toe. En misschien dat ik hem tegen die tijd ook ga halen. Deze game zit voor mijn gevoel nog best wel vers in het geheugen en ik had hem wel gewoon helemaal uitgespeeld toen, dus ik heb niet echt een hele dringende reden om hem nog een keer te kopen. Dan hebben ze ook de Zelda Game & Watch laten zien. Daarin kan je dus de originele twee Zelda games spelen. De Zelda game van de Game Boy Advance en echt zo'n ouderwetse Game & Watch game. Maar dan heb je in plaats van het personage uit die game dus gewoon Link voor je staan. Ja, dat is gewoon een leuke extra, leuk soort kleinigheidje, leuk cadeautje voor iemand. Maar het is niet echt iets wat ik zelf heel erg dringend wil hebben. Maar dat was dan al het minder interessante nieuws van het Zelda gedeelte uit deze presentatie. En toen konden ze gelukkig nog wel afsluiten met nieuwe beelden van Zelda Breath of the Wild 2. Ze hebben dus nog steeds geen titel aangekondigd voor deze game. Ze hebben alleen bekendgemaakt dat die niet meer dit jaar gaat uitkomen. En daar waren wel geruchten over dat die dit jaar nog zou komen. Maar het wordt dus volgend jaar, dus we moeten nog net even iets langer wachten op dit tweede deel. En ze hebben gezegd dat ze de titel expres niet onthuld hebben, omdat dat een beetje inzicht zou kunnen geven in het verhaal en de richting van deze game. Maar wat gelijk al opviel in deze trailer is ten eerste dat Link dus een paar nieuwe abilities heeft die we in actie hebben gezien. Maar vooral dus dat deze map nu een stuk verticaler is. Dus je hebt niet alleen Hyrule als landschap, wat je ook gewoon in het eerste deel had. Nu hangen overal in de lucht een soort van zwevende kastelen, een soort zwevende stukken land waar je naartoe kan. En het lijkt me dat je veel van de dungeons en mini-dungeons die je dus in Breath of the Wild 1 tegenkwam, deze keer in de lucht moet gaan vinden. En je zal dus toch een soort nieuwe mechanic moeten toevoegen waarmee Link dus een soort van kan gaan vliegen. Je ziet hem in de trailer op een gegeven moment ook dus een soort teleportatiestijl naar boven getrokken worden. Dus misschien dat je op die manier dus naar die verschillende landmassa's kan trekken. Maar ja, dit is sowieso een van mijn meest geanticipeerde games. Een van de games waar ik het meeste naar uitkijk. Maar aangezien die dit jaar dus nog niet gaat uitkomen, ga ik hem nu nog niet bestellen. En er zijn dus ook nog geen details over of deze game dus gaat lanceren op een nieuwe Switch. En dus gedeeld met deze generatie en de volgende generatie van hardware gaat uitkomen. Maar uit deze eerste paar beelden lijkt het me dat deze game wel gewoon gebruik kan maken van een 4K element. En als je dus die graphics kan oppoetsen voor de volgende generatie Switch, gaat deze game er denk ik helemaal sick uitzien. Maar ja, dan is dit alweer het einde van de laatste E3 update voor deze week. Hopelijk komen we volgend jaar weer terug met meer E3 updates voor E3 2022. Maar wat vonden jullie van de Nintendo presentatie? Zaten er nog hoogtepunten tussen? Welke game sprong er voor jullie bovenuit? Of welke game vonden jullie van de E3 als geheel het meest interessant? Bedankt voor het kijken in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.